Is het de meest geschikte competitie voor jou, denk je zelf ook? Je had het al over Duitsland, maar qua type voetbal, denk je? Nou, ik denk Duitsland meer nog mijn type spel. Engeland denk ik het mooiste land om te spelen, wat ik tot nu toe gezien heb. Veel enthousiasme, veel publiek. Meer dan in Duitsland nog qua enthousiasme, vind ik. Maar als er nou een Schotse topclub, er zijn er met twee trouwens komen, met een grote buidel geld, ga je dan? Of kies je ook voor de sportieve ambitie dan? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee? Nee. Als Glasgow Rangers komt, zou je daar eventueel voor kunnen gaan? Als ze met veel geld komen. Vanaf als ze alleen komen, denk ik. Kijk, als ze natuurlijk met 4, 5 clubs dat die mij zouden willen hebben komen. Ja. En dat ik echt kan kiezen. Ja, moet je toch een keuze maken op een gegeven moment. Het is best moeilijk natuurlijk. Want als je bij wijze van spreken wacht en er zou wat gebeuren, je scheurt wat af of zo, of wat dan ook. Ja. Ja, en je doet het niet. Dan zou je achteraf zeggen altijd van, had ik het maar gedaan. Dus je begreep Thomas Buffel toen hij deze kans kreeg. Hij maakte hier zijn eerste doelpunt dit weekend namens Glasgow. Dat hij wegging. En dan aan een club als Glasgow Rangers. Ja, kijk, hij was natuurlijk bij Feyenoord op een zijspoor beland. En die jongen wil graag voetballen. En ja. Als hij zich daar weer in een kijker kan spelen, dan misschien wel weer eens anders heen laten. Ja, maar je gaat toch gewoon naar Valencia? Je schijnt al Spaanse lessen te volgen, staat hier. Zegt Frank Binnenwaarts uit Genemuiden. Die weet dat gewoon. Nou, dat klopt niet hoor. Dat is niet waar? Nee. Misschien gaat hij wel naar Liverpool. Ja. Ja, maar dan heeft hij weer die problemen natuurlijk daar. Maar wat vinden jullie dan? Hij moet toch gewoon kiezen voor een topclub? Jawel, maar ik zit natuurlijk wel met het probleempje nog dat zijn voorzitter, en ook Van Gaal zal het daar mee eens zijn, die roept steeds, we verkopen geen spelers. Dus als zijn contract afloopt, dan zal ook Scheringa waarschijnlijk met een lucratief aanbod komen. Maar 2008 loopt zijn contract pas af. Ja, dus. Nou ja, daarvoor zullen ze een gigantisch transferbedrag vragen. Dat zou ik ook doen, want zoveel goede backs zijn er niet, zeker niet in zijn leeftijdscategorie. Maar ben je ook geïnteresseerd dan, als jouw contract afloopt of je mag weg in de nieuwe aanbieding van AZ, want die kunnen je ook dan een herziene aanbieding doen? Of zeg je van, nou nee, ik heb het wel gezien nu? Nou, dan heb ik het wel gezien, denk ik. Zo denk ik er wel over, tenminste. Kijk, ik zit nu al 4 jaar bij de club. En 2008, als je dat helemaal zou uitdienen. Ik denk dat Van Gaal zich nu verslikt in de koffie bij Tante Poes. Nee, maar goed, 2008, dan ben ik 7, 28. Kijk, en je wil altijd nog een keer ergens anders kijken. Ik wil niet mijn hele leven bij AZ spelen. En met alle respect naar AZ toe. Maar gewoon, ik wil een keer naar het buitenland toe, gewoon mijn horizon verbreden eigenlijk. Ja, je mag ook zeggen van veel geld verdienen, hoor. Nou ja, natuurlijk, dat speelt natuurlijk ook al mee. Bij AZ verdien ik ook een goede belegde boterham. Dus, Die indruk krijg ik ook. Maar goed, in het buitenland krijg je een veelvoud van een Nederlands voetbalsalaris. Dat is duidelijk. Ja, maar nog niet eens alleen daarom. Kijk, bij ons zitten nu 8000 mensen. Straks krijgen we een nieuw stadion, dan gaat het denk ik naar 15 of 16 of zo. Ja, en bijvoorbeeld in Schalke, er zitten 60.000 mensen. Daar wil je gewoon graag voor spelen een keer. En dat heeft niks meer met geld te maken, maar gewoon je sportieve ambitie. Pik het mee in het leven, jongen. Ja, dat is wel heel leuk wat Scheringa roept. Dat zou ook het leukste zijn voor het Nederlands voetbal. Maar kijk, als je eenmaal zo in de belangstelling komt te staan zoals AZ nu, dat heb je gezien aan Ajax en aan PSV ook in de afgelopen jaren. Als ze echt met het geld gaan rammelen. Ja, met die geldbuidel gaan. Ja, dan zijn ze toch niet te houden. Maar je merkt ook dat die spelers eigenlijk best wel natuurlijk allemaal wat meer willen. Ja. Niet geen geld, maar natuurlijk ga je daar meer verdienen. Maar ook een andere uitdaging, een grote club. Ja. Danny dus precies hetzelfde. Ja, het zal heel moeilijk zijn om dat bij elkaar te houden. Dat houdt hij niet bij elkaar, nee. Want dat worden ontevreden jongens. In de chatte naar Parijs. Ja, maar dan mochten niet alle spelers van Real Madrid mee. Er gingen 17 spelers mee naar het huwelijk van Ronaldo. Ja. Dat bedoel je? Ja. Ja, dus we zijn nog steeds niet bekend welke spelers niet mee mochten. Maar dat zal goed voor het groepsgevoel zijn geweest. Ja, absoluut. Ja. Maar, apart. Ja. Dus ja, goed. Ze draaien wel weer en ze hebben geweldige spelers. Dus. Maar ik heb de indruk dat ze nu een trainer hebben die weer de basis over de groep, en dat de spelers het niet meer voor zeggen hebben. En dan zie je meteen een verandering. Ja, absoluut waar. Eerste gedeelte van deze uitzending op 14 februari. 14 februari. Auke Roosema uit Veenhuizen. Johan, hoeveel Valentijnskaart heb jij gekregen? Ja, ik heb heel weinig intieme vrienden. En zeker intieme vriendinnen, kan ik je zeggen. Dus ik ben vanochtend vroeg van huis gegaan en ik denk dat er een postzak staat. Oké, dan gaan we er maar vanuit. www.voetbalinside.nl. U kunt ook sms'en naar nummer 2200. We gaan nog heel veel praten vandaag over de man die hier aanwezig is, Jan Kromkamp. Slotfase van Voetbal Inside, dat is altijd een heel klein stukje. Daar word ik al vaak op aangesproken, de mensen, waarom dat stukje zo kort is. Dat heeft met reclame technische redenen te maken, bij deze. We krijgen zojuist nog een mailtje binnen van Rinus van de Ketel uit Breda. Die zegt, breaking news. Ja, de Stadsradio Breda zou hebben bekendgemaakt dat Pierre van Hoordijk op 1 maart bekend maakt dat hij een contract voor 2 seizoenen gaat tekenen bij NRC. Komt hij nog wel in aanmerking voor het EK? En dat is in 2008. Maar voor het WK in 2006, gaat dat lastig worden, Wim, of niet? Pierre van Hoordijk? Ja? Als het waar zou zijn, dit verhaal? Nou, ik zou niet weten waarom. Nee, het, het,
het kan zijn dat hij te oud is natuurlijk en dat het minder gaat worden. Dat zou niet zo raar zijn, maar of hij nou bij NAC speelt of Fenerbahçe, dat maakt ja. niet zoveel uit. Of... Jij zei over Barry van Gaal, die heeft nog het lichaam van de jonge god. Maar dat geldt er ook voor Pierre, of niet? Pierre ook, ja. 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 Gewoon afgetraind en met zijn vrije trappen kan hij gewoon voor heel veel waarde zijn, denk ik, voor een elftal. Absoluut waar. Johan, dus als dit waar zou zijn, dat is geen probleem voor hem? Hij is er gewoon bij in 2006? Nou, nee, hij is er niet gewoon bij, want hij heeft al een half jaar niet gespeeld. En op die leeftijd is een half jaar niet spelen. Dat is wel een behoorlijke inbreuk, dus voordat hij weer fit is... Een half jaar, twee maanden, 2,5 maand. Nou, hij is lang geblesseerd geweest voor zo'n speler. Ja. En ik weet niet of hij zijn vorm weer terug heeft. En als hij die vorm wel heeft, moet je niet naar leeftijd kijken. En dan is inderdaad... is het een ideale stormram en hij wil er ook nog wel eens een vrije trap in schieten. Dus is hij bruikbaar. Hij is nog steeds bruikbaar. Gaan we kijken naar de save van de week. Hier is de winnende save. Hier krijgt hij hem in beeld. En dat is Hans Vonk. Zal ik even kijken, want ik wist nog niet wie het was. Maar het is goed geraden door Brenda de Blok uit Hellevoetsluis. En zij krijgt een reis volgens mij voor twee personen. Naar een grote wedstrijd uit de Premier League, zeg ik zo uit mijn hoofd. Gaan we ook kijken naar het doelpunt van de week. Zelf allemaal uitmaken. Niels van de Koevo of Nietzschelan. Dat zijn allemaal buitenlanders van allerlei verschillende gedeeltes van Europa, zelfs Afrika, zo te zien. En u kunt het zelf uitmaken. SMS naar nummer 2200. U kunt ook bellen 0909-1311. Alhoewel, volgens van de Koevo heeft een Zwitsers paspoort volgens mij. En dan hebben we een nieuwe prijs. Ik moet er even het papiertje bij pakken. Deze TV-DVD-combinatie van Funnix. Twee prijzen in één die garant staan voor vele uren kijkplezier. Nou, ga ik ook meespelen. Ja. Nu ga ik meespelen deze week. Ik hoop dat ik het zo goed heb gezegd allemaal. Michiel van der Sloot uit Arnhem vraagt... Beste Jan, jullie hebben voor de UEFA Cup allemaal in Aachen. Zeg het maar. Wat gaat daar gebeuren? Ja, wat gewoon een moeilijke wedstrijd, denk ik. Je bent toch, je speelt uit. Al is het natuurlijk wel een neutraal terrein, want we spelen in Keulen. Ja. Maar wat gewoon een moeilijke wedstrijd, denk ik. Want ze hebben gewoon verloren van het weekend. Dus ze zijn extra gebrand op de UEFA Cup, denk ik. Ze bakken er niks van in die Tweede Bundesliga daar, Wim. Dat is toch een makkie, allemaal in Aachen? Dat is toch ook niks, het allemaal in Aachen. Nee? Ik moet je eerlijk zeggen, ik ken ze niet, maar... Maar je vindt het bijvoorbeeld al niks? Nee, maar ja, goed, joh. De AZ, dat speelt toch, dat is toch speelt geweldig voetbal. Ja, nu gaat Johan dus zeggen dat het een hele grote club is. Een nee, 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 nee. Het was inderdaad een hele grote club. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat AZ zich laat verrassen door een Tweede Bundesliga-club, zeg. Schijnt er toch uit. Ja, dus dat moet gewoon makkie worden. Althans, ja, makkie, maar dat sprookje heeft lang genoeg geduurd en dat is een keer aan zijn eind toe. Hoor. Ja, en daarna tegen je nieuwe club, Schalke 04, als jullie doorkomen. Nou, zeg jij, hè? Ja. Ja, nee, dat zou mooi zijn. Als je dan doorkomt, dan moet je tegen Schalke. Ja, en, dan zou het een fantastische wedstrijd zijn. Ja, ik wil nog één iemand weten of je een linker hebt. Hoe is je linkervoet eigenlijk? Ja, redelijk. Paasjes inspelen op 15 meter, maar dat heb je er allemaal mee gezegd, denk ik. Dus daar kan nog aan gewerkt worden. Jawel. Zijn er verder nog dingen, jullie als adviseurs, man op leeftijd, die jullie nog moeten ontwikkelen? Nou, je kunt je speler altijd ontwikkelen. Daar moet je nooit een grap over maken. Want ik heb de indruk dat spelers daar wel eens erg gemakkelijk over denken. Als je ziet dat Van Bommel nog niks kan met zijn verkeerde been... dan vind ik dat eigenlijk wel een aanfluiting. Ja. Als ik ook een keer kritiek op hem mag hebben. En voor de rest, wat Wim zegt... als hij de grote poen en de grote club kan pakken... aan jezelf denken. Ja, gewoon gaan als het komt. Ja, natuurlijk. Meepikken in het leven. Want je niet laten adviseren door allerlei mensen die maar wat roepen. Nee. Vorige keer had jij een hele goede tip voor Heitinga. Wees vooral jezelf, jongen. Ja. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Of, Dat wil ik tegen Jan ook zeggen. Ja? Ja. Gewoon jezelf zijn, jongen. Ja, jongen. Oké. Okay. Okay, nou, hartstikke bedankt, Jan. Succes met de AZ. Succes ook trouwens met het Nederlands zelf. Wie weet ben je erbij op 26 maart tegen Roemenië. Daar hoop je wel op, neem ik aan. Ja. En dan gaan we daar gewoon goed presteren, toch, met z'n allen? Zeker weten. Oké. Okay. En dan een beter shirt. Wie wil je hebben? God, genoren, dat weet ik echt niet. Wil je jouw shirt niet ruilen voor zijn jasje?
Dat is te makkelijk, Johan. Oké, okay, tot zover. Jan, enorm bedankt. Johan bedankt en Wim ook bedankt. Ja. Volgende week zitten wij hier aan deze tafel. Natuurlijk aanstaande vrijdag ook alweer. En dan zit Erik Meijer hier trouwens, van diezelfde club waar jij het net over had. Grote club, grote voetbal. Maar voor dit moment zit het erop. Bedankt voor het kijken en tot snel. Dag. Programma werd